heel positief. Ik ben op een hele warme wijze onthaald. Ik was zeer onder de indruk van alle mensen die er stonden, van alle mensen die de raadsvergadering hebben bezorgd. Dus zeer warm. Wat vindt u van de gemeente Bronckhorst? Ik vind de gemeente Bronckhorst een hele interessante gemeente. Voordat ik natuurlijk ging solliciteren als burgemeester heb ik me enigszins verdiept. Ik ben blij verrast door hoe de gemeenteraad, het college, maar ook de inwoners van Bronckhorst omgaan met alle initiatieven die er spelen. Hoe ze samen op zoek gaan naar mooie oplossingen voor Bronckhorst. En dat heeft mij zeer gemotiveerd om te solliciteren. Wat kunnen de inwoners van de gemeente precies van u verwachten? Nou, ik wil graag een burgemeester zijn die echt in de samenleving staat. Dus ik begin ook met buurt maken hier in de gemeente. Ik wil weten wat de mensen bezighoudt, waar ze trots op zijn, waar ze zich zorgen over maken. Dat wil ik allemaal weten. Ik wil kijken hoe dat hier gaat. Dus midden in die samenleving wil ik er zijn. U bent niet helemaal onbekend met de streek en zijn problematiek. U hield zich als gedeputeerde van Groningen ook bezig met de krimp. Is dat iets waar u zich ook weer hier op gaat focussen? In die zin dat de wethouder daar natuurlijk verantwoordelijk voor is. Dus de wethouder die is daar inhoudelijk verantwoordelijk voor. Maar die kennis heb ik inderdaad opgedaan in het Groningse. Ook als Kamerlid in Den Haag heb ik dat op de agenda gezet. Dus die kennis heb ik en die ga ik zeker inzetten hier in Bronckhorst. Wat is het eerste wat u nu gaat uitvoeren als burgemeester? Dat is toch het buurt maken, want ik wil kennis maken, ik wil weten wat er speelt, ik wil luisteren, ik wil horen, ik wil zien en ik wil proeven. Dat heb ik ook al een beetje gedaan, het is ook prachtige streekproducten. Dus ik wil vooral kennis maken, daar ga ik mij mee bezighouden. Ik ga kijken hoe het hier gaat en dan gaan we aan de slag.